Ja, ja mensen, we zijn er. Zoals jullie zien, Disneyland. Dus we gaan zien wat we daar hebben. Oké mensen, zoals jullie zien, loop ik richting de ingang. De ingang is daar. Daar loop ik dus heen. En dan... ga ik gewoon alle achtbanen filmen. Alles wat er is, ga ik proberen te filmen. Ik weet dat je sommige dingen niet mag, dus daar heb ik een heel briljant trucje voor. Stel, je wil graag filmen met een GoPro en je mag niet. Ik heb een trucje. Wat je doet gewoon jas aan. En dan wanneer je in de achtbaan zit, doe je dit erachter. Hou je zo beter, dan kan je gewoon rustig filmen. En daarna, wanneer die klaar is, doe je gewoon weer omhoog. En dan lijkt niet dat je een GoPro bij hebt. Dat is een beste ervaring om te kunnen filmen. Alle attractieparken werkt dat. Ik ben nu aan het lopen. Het is best wel lang om te lopen. Ik denk, dit is gewoon letterlijk 5 minuten of 10 minuten lopen. Het zag er niet zo druk uit, maar als ik dit zo zie, dan ging ik wel een beetje te huilen. Zo druk gaat het worden. Maar als het goed is, het park doet 11 uur open. Dat is altijd mooi. En wat ik ga doen, weet ik niet. Ik weet echt niet waar ik er steeds in ga. Dat weet ik echt niet. Dus ik laat het jullie gewoon wel weten. Dus ik check jullie als we binnen zijn, mensen. Dus tot dan. Oké mensen, ik ga nu de Walt Disney Studios in. Kijk wat ze daar hebben, dan ga ik daar ook even filmen. Ik zei dat we een achtbaan gingen pakken. Niet gepakt, want we gaan naar de Walt Disney Studios even daar kijken. En dan zie ik jullie gewoon als ze binnen zijn, want je moet iets ook weer met een ticket scannen. En dan de volgende achtbaan of iets, merken jullie vanzelf wel. De video waar ik heen ga, ik ga nu in de Tower of Terror. En dan zien jullie zometeen de onride. Dat is eigenlijk, zien jullie me gelijk hierna. Waar ga ik in, mensen? Waar ga ik in? Oh, daar gaan we. Oké, dan goed weg. Oh, dit is gevoel, jongen. Oh, joh. Oh, dit is het gevoel. Dat was Tower of Terror, zoals jullie hebben gezien. Ik ging helemaal stuk in dat ding, want ik snapte er geen reet van. Opeens ging ik naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden. En dan, nou, dat was perfect. Iedereen mag gillen en ik vond het, ik was man. Jullie weten, ik was man. Ik deed helemaal niks. Kunnen jullie ook horen, ik deed niks. Het enige wat ik zei was dat ik het geweldig vond. Dus mensen, we gaan nu even naar die ene map achtbaan. Ik weet even niet hoe die heet. Maar jullie zien het nu wel gewoon gebeuren. Maar...
Oké, de Marvel Assemble Flights, dat ding is gruwelijk. Dat ding is eigenlijk nog 10 keer beter dan die Star Wars dingen. We hebben nu de Space Mountain. Deze is 10 keer beter dan Space Mountain, jongen. Wat, je hebt gewoon echt alles wat je erin ziet. Effecten, alles. Heel veel parken mogen daar wel echt wat van aannemen, man. Lijp ding. Nou ga ik naar de Spider-Man shooter. Is gewoon zo'n raar ding, Spider-Man web shooter. Ik laat jullie wel zien. En dan zie ik jullie gewoon als we daarin zijn, toch mensen. You don't want my heart, you don't want my love, you just want me crying over you. You don't want. J'assigne les profils de couleurs individualisés. Calibrage des lanceurs de toile. Tu sais, Spider-Man? Je suis là, Sheridan. Vous en êtes où? Nous sommes en route. Ok, sit back and enjoy your ride until we reach the impending disaster. Quoi? Je croyais que le niveau de risque en était encore un danger exponentiel. Je savais que tu serais d'accord. Un bout de tête par ici. Je suis vraiment contente de vous voir. Stop, Lenny. Je vais rouler tout de suite. Arrêtez de plus de votre petit. Savez-vous de n'importe quel moment?
rentrer dans les tunnels. Il faut les capturer. Dat was een Spider-Man webshooter. Nu ga ik naar de Crush Coaster. Dat zien jullie gewoon eigenlijk vanzelf als ik daar ben. Ik film een kleine stukjes en dan zien we wel wat het ding doet. Ik weet niet eens wat het ding doet. Er wordt gezegd dat hij heftig is en ook weer niet. Dus we gaan het zien, mensen. Oké, de Crush Coaster was vandaag een goede ding. Alleen ik hoop dat jullie wel überhaupt iets kunnen zien. Omdat het best wel donker is en dat is best wel een probleem. Maar, want deze GoPro kan niet heel veel in het donker filmen. Dus sommige dingen hebt hij wel en ik hoop in ieder geval dat hij alles hebt. Nou ga ik naar de RC Racer. Dat ding achter mij. Daar ga ik nu heen lopen. En dan gaan jullie het zien hoe dat is. Want daarin mag je niet filmen. Maar ja, ik ga dat 100% voor elkaar krijgen dat ik daarin ga filmen. 100%. Jullie gaan die video's zien. Nu
van die RC ding. On my heart, you don't want my love. You just want me crying over you. Thinking about you. Mensen, ik ben dus in die dingen geweest, als jullie hebben gezien. Ik heb beeld. Ze kunnen mij niet stoppen, die pretpark. Ze kunnen mij niet stoppen als ze willen dat je daar niet in filmt of niet mag. Ik doe het gewoon en ik fix het voor jullie. Hè? Ik doe dit voor jullie, mensen. Ik doe het voor jullie. Maar nu ga ik naar die cars dingen. Dat is zo'n soort car tours. Waar je dus zo'n busding gaat rijden. Dat zit een beetje daar. En dan ga ik dat ook gaan filmen. Dan zien we vanzelf wel wat is. Dus dan zien jullie nu de video dat ik heen ga. Oké, mensen, dat was Cars, ja. Dat was een Cars-rit. Ik hoop dat ik alles heb gefilmd. Ik heb eigenlijk een hele rit gefilmd. Maar ik ga gewoon de bijzondere stukjes, die gaat erin.
Nog wat, ik heb deze hele park, dus niet het Disneyland park, maar de Universiteit, hoe je dat ook noemt, die heb ik al helemaal gedaan, alles gefilmd. En waarschijnlijk komt er niet alles in één keer, dus komen wat delen ervan online, want anders duurt het zo lang. Dus dat weten jullie, dat is video ergens stop random. Dan betekent dat dat de volgende deel dan de volgende keer aankomt, mensen. Dus ik ga nu terug naar de Disney kant. De normale Disney. En dan gaan we kijken wat daar nog is. Want ik heb daar letterlijk maar één attractie gedaan en dat was Space Mountain. Des invités pour le dîner. Oh,